Het lijkt wel wat op wrakhout, maar dit is het terras van Hotel de Zon in Ommen. Het terras stond vanmorgen in no time onder water. De snelheid waarmee het nu opkwam is wel uitzonderlijk, ja. Er staan nog een paar tafeltjes in het water, maar de rest is net op tijd op het droge gezet. Ja, gewoon even jongens, even snel erbij, want anders zijn we het spul straks helemaal kwijt en dan kunnen we het bij filteren bij de stuw ophalen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Niet alleen in Ommen hebben ze last van het hoge water in de Vecht. In Dalfsen zijn vandaag zelfs zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het evenemententerrein, waar net de kermis wordt opgebouwd, onder water loopt. Het hoge water in de Vecht zorgt dus even voor wat overlast. Maar daar kunnen de meeste mensen zich geen zorgen over maken. Kijk, je moet het zo zien. We zitten hier strak aan de Vecht. Daar hebben we jaar in jaar uit heel veel plezier van. Ja, zo af en toe neemt die rivier een beetje wisselgeld en heb je een beetje overlast. Zo moet je het een beetje zien, denk ik.